De eerste 1000 dagen zijn natuurlijk ook de eerste 1000 nachten. En waar de dag vol actie zit, met praten, lachen, oogcontact, elkaar verhalen vertellen, over vlechten die strak gevlochten worden, de dijen van moeders, handen van tantes, bloed op de grond en een pan op het vuur, en contact met 18 broers en zussen. Nou, daar is de nacht het moment van rust, waarin we verwerken. Herinneringen zich nestelen in ons hoofd. En daar zijn ook de dromen, waarin onze hersenen niet meer in hokjes denken. We het verleden en de toekomst kunnen zien, maar ook het ongemak ons soms wakker houdt. En daarbij is er ook een hele grote kans dat het de nacht was waarin je vader en je moeder je vader en je moeder werden. Ik luisterde vandaag vanuit die gedachte van dag en nacht, naar die verbinding tussen actie en rust. En bij Maria hoorde ik, begrijpen gebeurt in stilte. Maar er is actie voor nodig om terug te vragen of je begrepen bent. En invullen voor een ander gebeurt in stilte. Maar het vraagt actie om open vragen te stellen. Beschuldigende gedachten die vormen zich in stilte. Positieve bekrachtiging is een bewuste actie. En tijd die verstrekt in stilte. Maar geeft de ander dan in ieder geval het gevoel dat er genoeg tijd en ruimte is. En in de breakout rooms, waar ik ook langs ging, hoorde ik gedachten over de eerste 1000 dagen in deze tijd. Het alleen moeten doen gebeurt in stilte. Leven in armoede gebeurt vaak in stilte. Schaamte? Stilte. En de lange adem van de betrokken professional is zacht hoorbaar. Contact zoeken is actie. Net als woorden geven aan het herkennen van jezelf in een ander. Hoe niet wakker te liggen, hoe emoties toe te staan. Sensitief werken gebeurt in hoofd, hart en de buik. En dan neem ik jullie nog even mee naar mijn hoofd, hart en buik vandaag. Want ik liep hier rond, ik zat achter in de studio. En ik ging langs bij de breakout rooms, de dag en nacht overdenkend. En plots zag ik deze, ik weet niet of jullie ze kunnen zien, maar deze druppellampen in een heel ander perspectief. Want 1000 dagen of 1001 dagen zijn natuurlijk 1001 nachten. Een van de oudste sprookjes ter wereld. Ik heb het even opgezocht en in dit sprookje vertelt een jonge vrouw de koning verhalen. Zodat hij haar niet vermoordt. Ja, het is tenslotte een sprookje. Maar zij vertelt iedere nacht een verhaal. Dat de koning zo nieuwsgierig maakt dat hij haar iedere nacht opnieuw vraagt om te komen vertellen. En zo vertelt zij uiteindelijk 1001 verhalen. Letterlijk om te mogen blijven leven. En uiteindelijk trouwen ze dan. En het zette mij aan het denken, hoeveel verhalen hebben wij elkaar vandaag verteld? Hoeveel verhalen volgen er nog na vandaag? En hoe verspreiden we dat vuurtje, wat natuurlijk de klassieke plek is, om verhalen te delen? Jullie gaan straks naar een zelfgekozen workshop. En dan ben ik benieuwd wat daar gaat gebeuren. Waar de actie zit en waar de stilte. En of er dan vandaag, of vanavond, of vannacht, of de 1001 nachten en dagen die nog gaan volgen, of het dan in ons hoofd, hart en buik gaat zitten. En dan over die buik gesproken. Dat is een heel lekker bruggetje naar de pauze. Want die komt nu en ik wens jullie allemaal smakelijk eten en nog een hele fijne middag. Dank jullie wel.